me allemaal. Ik zie driekwart gewoon met een mondkapje oplopen. En dan denk ik bij mijn eigen van, weet je, laat je de mond lekker snoeren. Maar mijn snoer is de mond niet, die jullie ook niet. Dat is één ding, ja. Mondkapjesplicht komt er dadelijk aan. Ik heb gisteren een artikel van Hugo de Jonge gezien. Over het feit dat hij heeft gezegd, half vanwege november wil hij de mondkapjesplicht gaan invoeren. Nou, geloof me maar, het gaat niet worden, nee. Ja? En sowieso, als we dan kijken bij de RIVM, het zijn de RIVM op de site, staat er gewoon op. Want als er een besmet persoon is, ja, dat ze gewoon zeggen van het hele huishouden wordt in de statistieken meegenomen. Dus op hoeveel procent vals positief zitten we dan al? Ja? 95! We zitten, ja, vanuit Amerika, wat ik heb gezien, 93% schijnt vals positief te zijn. Waarvan in ieder geval Van Dissel al voor 30% toe gaat geven dat het vals positief zijn. Tweede punt waar we voor gaan lopen. Ik zeg stemming. 11 zaken pedofilie tegen zich lopen. Afpakken! Al die rotzooi eruit! Yes. Ja? Nederland, pedo-staan! Dus wat gaan wij doen? We gaan lekker lopen. We gaan folders uitdelen. Iedereen die nog folders wil of iets dergelijks, even melden bij mij, dan kan ik ze nog halen. En dan gaan we dadelijk gaan we lekker door de bos heen. We gaan naar de casinotuin toe. Want helaas heb ik maar 1/5 van de route mogen lopen in verband met de veiligheid. Ja? Daarbij moet ik ook zeggen van de politie, neem mij niet kwalijk, houd me allemaal 1,5 meter afstand. Maar ik moet het wel zeggen, 1,5 meter, ik weet het. Ik heb het gemeld, dus dan weet iedereen in ieder geval. Voor de rest hoop ik dat iedereen zich aansluit en blijft aansluiten. En dat we mensen onderweg benaderen naar ons volgende punt. Oftewel, Vrij Nederland! Mensen, ho, ho, ho! Als je het niet hebt opgepakt, dan ga je de wijk in.
Ik heb mijn telefoon niet op. Ze komen er al aan. Wat is er aan de hand? Er is net contact geweest, dus luister gewoon even naar de organisator, die weet het beste. Het is allemaal mensen in de op een veldboot moet je opgepakt. Heb je gezien hoeveel er staan? Ja, de veldboot is ingesloten. Dat veld wordt ingesloten, kan je niet meer weg. Ja, dat zeg ik er heel veel van. Die willen ons opvatten. Ze willen niet dat we de wijken ingaan. Ja, dat is hier een goede naam. Hé, jongens, Frikandok! Jongens, Frikandok! Jongens, jullie moeten allemaal nu het park in. Nu! Bang voor het waarheidsvirus! Tussen het goede en het kwade te zijn. Waarom negeren jullie de mensenrechten?